Mijn naam is Michael Reumerman, ik ben arts klinisch farmacoloog en werkzaam bij het Amsterdam UMC, locatie VUMC. En ik zal u vandaag doornemen in deel 4, wat gaat over infectieziekten van de onderste luchtweg. Ik zei al, dit is deel 4 van een grotere serie over antibiotica en infectieziekten. En vandaag dus deel 4. Bij dit college zijn ook een aantal leerdoelen opgesteld. En die gaan namelijk om inzicht te verkrijgen in de meest voorkomende infectieziekten, en in dit geval over luchtweginfecties, en waarbij we dan een goed onderbouwde antibiotica-therapie kunnen beargumenteren voor een patiënt met een luchtweginfectie in dit geval. Als we gaan kijken naar wat voor infectieziekten van de onderste luchtwegen we hebben, dan kennen we de community-acquired pneumonie, ook wel de CAP. We kennen de aspiratiepneumonie, waar we zo wat meer over gaan praten, en de hospital-acquired pneumonie. De hospital-acquired pneumonie zullen we vandaag in dit college niet behandelen, maar kunt u aan de hand van de manier van beredeneren wat een geschikte antibiotica-keuze voor een CAP of een aspiratiepneumonie is, kunt u zelf aan de hand van wat informatie op te zoeken proberen te doen. Als we kijken naar de meest voorkomende verwekkers van verschillende infectieziekten, en we kijken heel specifiek naar community-acquired pneumonie, dan zien we hier linksboven een aantal belangrijke verwekkers van die community-acquired pneumonie. In de kleurtjes zijn aangegeven of het een gram-positieve of een gram-negatieve bacterie betreft. De Mycoplasma pneumoniae is een soort onzijdig, die weet nog niet helemaal of die gram-positief is of gram-negatief. We zien dan ook dat met name 3 van de 5 dan roze zijn, ook wel gram negatief. En eentje is eigenlijk maar gram positief, de Streptococcus pneumoniae, maar die komt wel verreweg het meeste voor. Naast dat we dan weten welke verwekkers veel voorkomen, is het altijd belangrijk om eerst te kijken of we het ook zonder medicatie de infectieziekte kunnen behandelen. Wat sowieso altijd belangrijk is, is om eerst uitleg te geven over het beloop. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen symptomen die kunnen worden gezien als infectieverschijnselen versus symptomen die kunnen lijken op schade van de infectieziekte, dat vaak gepaard gaat met hoesten. Dus mensen die infectieus zijn en waarbij nog bacteriegroei aanwezig is, daar zie je vaak dat dat een koorts een relatief goede pijler is om te kijken of iemand nog actieve infectie heeft. Maar dat het hoesten geen goede pijler is om te kijken of iemand een infectieziekte heeft. Je ziet namelijk frequent dat mensen na een pneumonie wel eens enkele weken kunnen hoesten. Maar dat wil niet zeggen dat ze al nog enkele weken infectieus zijn. Daarnaast is het belangrijk dat je kan zeggen dat de stomen kan helpen bij een verstopte neus en bij meer een bovenste luchtweginfectie. Maar het heeft eigenlijk tot nu toe geen effect op de genezing van een pneumonie. Daarnaast is het ook belangrijk om aan te geven dat iemand moet stoppen met roken. Het heeft in de acute fase van de pneumonie geen zin, maar het kan er wel voor zorgen dat iemand frequenter een pneumonie gaat ontwikkelen na het verkrijgen van de eerste pneumonie. Een ander belangrijk advies dat u kunt geven is om zoveel mogelijk te voorkomen dat iemand aan het keelschrapen is. Wederom, het heeft geen effect op het beloop van de pneumonie zelf. Maar bij mensen die veel keelschrapen is nog aangetoond dat iemand langer zal gaan hoesten. Concluderend, we kunnen dus eigenlijk zeggen dat er niet heel veel niet-medicamenteuze adviezen zijn die echt de pneumonie zelf aanpakken. Als we kijken naar medicamenteuze opties, dan is het ook belangrijk om aan te geven dat hoestprikkeldempende middelen, hoestenhankjes en antihistaminica niet worden aanbevolen, omdat het in grote groepen niet is aangetoond dat het een effect heeft bij pneumonie. Als je een pneumonie of een gecompliceerde luchtweginfectie hebt, dan is antibiotica wel aangewezen. Bij een bovenste luchtweginfectie of een ongecompliceerde luchtweginfectie, of als je sterk denkt aan een virale luchtweginfectie, dan is antibiotica uiteraard niet aangewezen. Laten we ervan uitgaan dat iemand een community-acquired pneumonie heeft, een gecompliceerde onderste luchtweginfectie, dan moeten we eigenlijk kijken naar 4 verschillende stappen. En deze stappen zijn in deel 1 van deze college-reeks met u besproken.
en die staan hier in het groen aangegeven. De eerste stap is om te kijken wat de vermoedelijke verwekkers zijn van de infectieziekte. De tweede stap is er een grote kans op resistentie? De derde stap gaat over of het antibioticum wel aankomt op de plek waar de infectie is. En stap 4 gaat over of het antibioticum dat u wilt voorschrijven wel veilig is voor de patiënt, voor deze individuele patiënt. Laten we voor een infectieziekte, namelijk de kap, dat is even doorlopen. De meest voorkomende verwekkers ziet u hier aan de rechterkant. De kans op resistentie in Nederland valt op dit moment nog mee, maar mensen uit het buitenland of die op vakantie zijn geweest, kunnen wel een resistent de verwekker van een kap mee hebben genomen. Stap 3. Komt het antibioticum wel aan op de plek? In principe wel, maar er zijn altijd wat uitzonderingen. Bij mensen die een longmaligniteit hebben, een NPM of een longabcess, weten we dat antibiotica moeilijker op die plek komen, omdat deze structuren eigenlijk in de weg zitten. Als we verder nog eens kijken naar wat dan de meest voorkomende verwekkers zijn en welke antibiotica we volgens de Nederlandse Huisartsenvereniging, de NHG-standaard, voorschrijven, zien we aan de rechterkant dat deze drie antibiotica het meest voorgeschreven worden. Namelijk de amoxicilline, de doxycycline en de macrolieden, die met name bestaan uit de clarithromycine of de erythromycine. Achter die antibiotica kunt u ook zien wat de gemiddelde resistentie is voor de verschillende verwekkers. In groen eigenlijk relatief weinig resistentie, oplopend naar rood, waarbij relatief veel resistentie is, of eigenlijk compleet resistent, en alle geelkleuren daartussenin. U kunt dan ook zien dat als u amoxicilline geeft, dat het met name werkzaam is tegen Streptococcus pneumoniae. Er zijn niet heel veel data over Haemophilus influenza en Moraxella catarrhalis, maar daar zal het tot enige hoogte wel werken. Maar dat als er iemand een mycoplasma of een legionella heeft, de amoxicilline in principe niet werkt, omdat die daar resistent voor is. De doxycycline en de macrolieden daartegen werken minder goed tegen de Streptococcus pneumoniae, waar relatief wat meer resistentie voor is, maar hebben een beter profiel als het gaat om de andere verwekkers. En met name de atypische verwekkers, namelijk de mycoplasma en de legionella, waar die doxycycline en die macrolieden een stuk beter voor werken. Als we naar de tweede stap gaan kijken, dan om deze reden is het ook belangrijk om te bedenken dat als iemand een legionella pneumonie ontwikkelt, dat doxycycline of een macrolide dan een beter alternatief is dan amoxicilline. Zoals u op voorhand aan de hand van de anamnese en lichamelijk onderzoek hieraan denkt, dan zou er afgeweken kunnen worden van het stappenplan en niet te beginnen met amoxicilline. Stap 3. En weten we dat er in de eerste lijn een grote kans is dat het antibioticum aankomt op de infectie. Als er dus een maligniteit, een NPM of een absces is, dan zal die kans een stuk kleiner zijn. Als laatste stap is het belangrijk om te kijken of het antibioticum veilig is. Van amoxicilline weten we uit eerdere colleges, onder andere in deel 2, dat het met name ook dat je moet opletten als iemand er een allergie voor heeft. De doxycycline moet je opletten als de patiënt een leververfunctiestoornis heeft. Zwanger is of als het kinderen zijn onder de 8 jaar in verband met tandverkleuring en botaanmaakstoornissen. Bij de macrolide moet er opgelet worden op de QT-tijd en ook op ernstige leverfunctiestoornissen. Mocht een patiënt deze aspecten niet hebben, dan kan het geneesmiddel relatief veilig worden voorgeschreven. De NHG-richtlijn zegt concluderend dan altijd dit. Kinderen onder de 11 jaar wordt dus de doxycycline niet voorgeschreven en zal er gegaan worden voor amoxicilline of azithromycine. Bij volwassenen waar die doxycycline wel geschikt is, worden gekozen voor amoxicilline en als tweede keus doxycycline. En bij zwangere vrouwen of vrouwen in de lactatieperiode wordt er wederom weer gekozen om de doxycycline niet te doen en wordt er voor amoxicilline en als tweede keus erythromycine gekozen. Belangrijk is om naderhand ook duidelijke controleafspraken met de patiënt te maken met de pneumonie. Bij patiënten die ernstig ziek zijn, is het belangrijk om deze te controleren binnen 24 uur.
En als je een hoge kans hebt op resistentie, bijvoorbeeld uit een buitenlandbezoek, is het ook relevant om binnen 24 tot 48 uur even vinger aan de pols te houden om te kijken of het wel verbetert. Een andere, meer algemene advies is dat de infectieverschijnselen, en met name de koorts, binnen 48 uur na het starten van het eerste tabletje antibiotica verdwenen moet zijn. Er mag dus geen koorts meer zijn. Als er wel koorts is, moet er aan de bel getrokken worden en moet er serieus overwogen worden om een ander antibioticum of op een antibioticum op een andere manier te geven, omdat het dan waarschijnlijk niet zal werken. Daarnaast is het belangrijk om te zeggen dat iemand aanhoudend zal hoesten, maar als dat langer is dan 6 weken, is het belangrijk om te adviseren om een X-thorax te maken, om een maligniteit die mogelijk nog onder de pneumonie zit uit te sluiten. Dat was de adviezen en de behandeling voor de community-acquired pneumonie. Hoe wijkt die dan af van bijvoorbeeld een aspiratiepneumonie? Bij een aspiratiepneumonie is stap 1, namelijk de vermoedelijke verwekkers, zijn anders. Hier ziet u bijvoorbeeld dat stap 1 de meest voorkomende verwekkers van een aspiratiepneumonie, die voornamelijk komen vanuit het maag-darmkanaal, en die dan ook met name gram-negatief van origine zijn, zijn de Enterobacteriaceae en de anaerobe bacteriën. Allemaal gram-negatieve bacteriën. In Nederland is er dan nog steeds niet een hele grote kans op resistentie. En het antibioticum komt in de meeste gevallen wel op die plek van infectie aan, tenzij er ook een corpus alineum is meegekomen met de aspiratie. Als we dan kijken naar of het medicament veilig is, gaan we zo naar kijken wat de meest geschikte antibiotica keuze daarvoor is. Volgens de huidige richtlijnen wordt er gezegd dat de meest gebruikte therapie amoxicilline clavulanezuur is. En andere opties zijn de metronidazol of de clindamycine. Waarom zijn dit nou opties? De amoxicilline heeft een amoxicilline alleen, wat eigenlijk een behandeling is bij een community acquired pneumonie. Het werkt goed, maar zoals u in deel 2 van dit antibiotica reeks heeft gezien, zal die worden afgebroken indien een bacterie beta-lactamase maakt. We weten dat veel verwekkers uit het maag-darmkanaal, waar ook de enterobacteriën onder vallen, relatief vaak beta-lactamase maken. Daarnaast heeft amoxicilline clavulanezuur ook een anaerobe dekking, maar zie je dat bij amoxicilline relatief laag. Die anaerobe bacteriën worden ook goed gedekt door bijvoorbeeld metronidazol en clindamycine. En dat wordt dan vaak gezien als een tweede keus antibioticum voor dit ziektebeeld. Nou, stap 2 is de grote kans op resistentie is in principe niet aanwezig. In de eerste lijn weten we ook dat bij een aspiratiepneumonie het antibioticum goed aankomt op de plek van infectie. En als we kijken naar het veiligheidsprofiel, dan moeten we zien bij amoxicilline clavulanezuur dat er relatief veel allergische reacties kunnen optreden. En bijwerkingen zijn met name leverfunctiestoornissen bij het gebruik van amoxicilline, vooral in combinatie met clavulanezuur. Bij metronidazol is het belangrijk om te letten op de interacties met alcohol, omdat er dan weer een disulfiram-achtige reactie kan optreden. En meer hierover kunt u vinden in deel 2 van deze antibiotica. Hopelijk heeft u met deze twee ziektebeelden enigszins inzicht gekregen in de behandeling van een pneumonie. En hopelijk kunt u aan de hand van dit stappenplan, namelijk die 4 stappen, ook voor bijvoorbeeld een hospital-acquired pneumonie, aan de hand van wat opzoekwerk, zelf een beleidskeuze opstellen voor een beargumenteerde keus. Fijne dag nog en tot de volgende keer.